De strijd om de eredivisierechten. Misschien boeit het je niet zo of lijkt het taaie kost, maar wie de rechten heeft bepaalt hoeveel geld jij moet uitgeven om je favoriete club live op je beeldscherm te zien. Oftewel, sport en media beïnvloeden elkaar en jou als kijker. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Hoe laat je je wekker moet zetten om Sport X te zien tijdens de Olympische Spelen en waarom de ene sport achter een betaalmuur zit en de andere niet, heeft allemaal te maken met de wisselwerking tussen sport en media. En ook met een beetje politiek trouwens. In deze video leggen we uit hoe dat precies zit. Simons, Simons snel, Simons! En Jansen. Wel, Matla, Matla, nu raak! Phelps is de allergrootste ooit. Het is voltooid. We gaan het over meer sporten hebben, maar we beginnen even met voetbal, de eredivisie. De rechten om die wedstrijden live uit te zenden waren de afgelopen jaren in handen van ESPN. Daar betaalden ze 1 miljard euro voor. Dat contract loopt in de zomer van 2025 af en dus mocht iedereen weer opnieuw bieden. ESPN wil de rechten graag houden en bood als eerste 1,7 miljard voor een contract van 10 jaar. Even later kwam daar een gezamenlijk bod van Vodafone Ziggo, KPN, T-Mobile en Delta bij. Zij boden maar liefst 2 miljard. Maar die laatste hebben geen eigen zender en gaan die waarschijnlijk ook niet oprichten. Dus als zij de rechten in handen krijgen, dan zullen ze de wedstrijd waarschijnlijk weer doorverkopen aan één of meer zenders. Wie die strijd gewonnen heeft, weten we op het moment van het opnemen van deze video nog niet. Maar dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit voor het punt dat we proberen te maken. Namelijk, wie betaalt, bepaalt hoe jij naar de wedstrijden kijkt. Nederland verkocht zich geweldig terug. 8 keer geld voor Michael Phelps. Als kijker moet je dus eens in de zoveel tijd een ander, misschien wel duurder, abonnement nemen. Maar die wisselwerking tussen sport en media heeft op nog veel meer dingen invloed. Een voorbeeld. Hockey op het hoogste niveau hier in Nederland wordt sinds jaar en dag op zondag gespeeld. Om 14:15 de vrouwen en om 14:45 de mannen. Voor clubs is dat ideaal. Een hele dag waarop families op het sportpark Fristie bier, broodje kroket en bitterballen komen wegtikken. Tot de media in beeld kwamen. In de basis is dat heel fijn voor een sport, zeker als je wilt groeien. Door media-aandacht kun je meer sponsoren trekken en als iets op tv is, dan inspireert het kinderen om die sport ook te gaan doen. En voor je het weet, staat de nieuwe Lieden wij Welten op. Maar ook de media zijn blij met live sport, dat trekt kijkers. En dus besloot Viaplay vorig jaar de rechten van de Nederlandse hockeycompetitie te kopen. Win-win, zou je zeggen. Maar er is ook een andere kant, want doordat alle wedstrijden nu live worden uitgezonden, moeten die ook op verschillende tijden gespeeld worden en niet meer alleen op zondag. Dat zorgt ervoor dat sporters hun leven moeten aanpassen, maar ook dat clubs niet meer een dag vol wedstrijden hebben waar hele families op afkomen. En dat is voor een sport als hockey dus dubbel. Je krijgt aan de ene kant meer geld en aandacht, in dit geval via Viaplay, maar je levert dus ook ergens in. Via de keeper en de paal gaat hij binnen. De hoofdklasse hockey, de eredivisie. Competities waar je voor moet betalen om live te kunnen zien. Maar waarom is dat eigenlijk als je bijvoorbeeld het grootste deel van de Olympische Spelen gewoon gratis kunt bekijken? Komt onder andere door de commerciële zenders. Die hebben nou eenmaal meer geld om mediarechten aan te kopen en kunnen die sporten vervolgens achter een betaalmuur zetten. Zo kunnen ze ook wat geld terugverdienen. Maar dat mogen ze niet met alle sporten doen. En dat komt dan weer door de mediawet. Die ga ik je niet helemaal uitleggen, maar ik neem je even mee naar hoofdstuk 4. De titel: evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. Hierin staat dat alles wat op de zogenoemde evenementenlijst staat op een open kanaal moet worden uitgezonden. Dus bijvoorbeeld NPO 1, RTL 4, Veronica of die ene ESPN-zender die iedereen heeft. Want daar gaat het om. Het moet een zender zijn die iedereen in zijn standaard tv-pakket heeft. Of via de kabel kan ontvangen, als dat nog bestaat. We pakken de lijst er even bij. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal moeten tijdens een WK of een EK op een open kanaal te zien zijn. Net als de Tour de France, de WK's en EK's schaatsen, de finales van Roland Garros en Wimbledon en natuurlijk de Elfstedentocht. De Olympische Spelen staan ook op de lijst voor minstens 6 uur live verslaggeving per dag. Je hoeft dus niet echt bang te zijn daar iets van te missen, maar hoe laat je je wekker moet zetten om je favoriete sport te zien, dat wordt dan weer deels bepaald door de media. Nu ligt hij in het hoekje. Tweede paal, doelpunt.
op de 1-1. Opnieuw een voorbeeld. Tijdens de Spelen van 2008 in Peking zou de Amerikaan Michael Phelps een heleboel medailles bij elkaar zwemmen. Dat wisten we van tevoren eigenlijk al. Dat moest natuurlijk in Amerika primetime te zien zijn. Niet alleen zodat zoveel mogelijk mensen de prestaties zouden zien, maar juist ook de sponsoren. Alleen één probleem. Normaal gesproken zijn de finales van het zwemmen namelijk altijd aan het einde van de dag en de series in de ochtend. Maar door het tijdsverschil met China betekende dat dus dat de Amerikanen 's avonds laat of zelfs midden in de nacht voor de tv moesten gaan zitten om Phelps live te zien zwemmen. Dat is commercieel natuurlijk niet zo interessant en dus ging de zender NBC met een zak geld onder de arm naar het IOC om te vragen of de finales niet in de avond, maar in de ochtend gehouden konden worden. Nou, dat kon wel. En zo moesten niet de Amerikanen, maar de Europeanen 's nachts hun wekker zetten als ze Phelps 8 keer goud wilden zien winnen. En hier begint zijn quest voor goud. Met de eerste Olympische titel. Niets is onmogelijk. 8 keer goud. Phelps is de allergrootste ooit. Het op de kop gooien van dat zwemformat zorgde vooraf voor een hoop woede. Ja, dit is voor de zwemmers, dit is vooral voor de zwemsport in het algemeen dramatisch. Mijn eerste reactie was van het hoeft van mij allemaal niet meer. Zwemmers zijn dus gewend om aan het einde van de dag hun belangrijkste race te hebben, de finales dus. En volgens onderzoekers zou je lichaam dan ook het meeste aanstaan. Maar ja, zo had de Amerikaanse zender dus niet alleen effect op jou als kijker, maar ook op de sporters. Je moet nou 8 dagen lang om 5 uur opstaan, omdat je om 10 uur top moet zijn. Het worden lange dagen en er wordt een soort survival of the fittest. Nederland lijkt op weg te zijn naar de eerste gouden medaille van deze 29e Olympische Spelen. Nederland is Olympisch kampioen! 4 meiden uit Nederland verslaan de grootmachten. De eredivisie, de hockeycompetitie en zwemmen op de Olympische Spelen zijn natuurlijk 3 hele verschillende voorbeelden. Maar er is wel die ene overeenkomst. Wie betaalt, bepaalt. Maar geen zorgen, ons YouTube-kanaal is gewoon helemaal vrij te bezoeken. Dus abonneer je en dan hoef je geen video te missen. Tot later.